Hallo, we zijn in Noordwijkerhout. Mijn naam is Sandra en naast me zit Benja. En wij werken in de wijk. Benja bij de Flora en ik bij Team Jasmijn. Benja die mailde mij laatst van: hey joh, ik heb wel een probleem bij een cliënt. En die meneer die de ADL gaat steeds moeizamer. Wil jij als ergo-coach een keertje meekijken bij die cliënt? Dus Ben en ik gingen samen naar die meneer toe. En Ben, kan je vertellen hoe dat ging? Nou, we kwamen daar binnen bij deze heer en we gingen kijken wat voor aanpassingen er nodig waren. Deze heer is al op hoge leeftijd, ziet er tegenop om ooit naar zijn verpleeghuis te gaan, wil zo lang mogelijk thuis blijven. Dus we gingen kijken wat er nodig zou kunnen zijn. En ik had ook nog een vraag over mijn eigen houding. Hoe ik daar het beste mee om kon gaan. En dat hebben we dus allemaal uitgeprobeerd. Ja, want we gingen vooral voor die meneer zijn autonomie en de veiligheid in het huis. Ja. En ook voor jouw houding, hè? Absoluut. Want jij zei, ik ga al langer mee in de zorg, ja. En ik heb wel last van mijn gewrichten. Dus we hebben ook naar jouw houding gekeken. Ja. En hoe ging dat? Dat ging goed. Goede tips van je gekregen. En dat, ik merk wel dat ik eigenlijk veel meer moet gaan zitten. En dat ik niet alles vanuit mijn rug moet doen. Dat ging eigenlijk hartstikke goed bij de meeste cliënten. Dus daar hou ik me nu ook aan. Wat goed om te horen. En heb je dit ook nog in het team gedeeld? Of hoe hebben jullie het hierover gehad? Ja, we hebben het er zeker met overleg over gehad. Want ik vind het zeer belangrijk. Vooral als je, dat herken ik bij mezelf, dat als je jong bent, dat je denkt, ik kan dat allemaal wel. En als je ouder wordt, ga je toch dingen merken. Dat je denkt, van had ik het maar anders gedaan. Dus ik vond het wel heel belangrijk om zeker aan de jongeren door te geven dat het prettig is om gelijk op je houding te gaan letten. Dat heel voornaam is. Dat je het langer kan volhouden zo. Nou, leuk. Bedankt voor het delen van je verhaal, Bea. Nou, graag gedaan. Dag! Dag!